informatie, misschien alleen voor de mensen in de zaal. Hartelijk welkom dat jullie willen komen op een niet alledaagse persvoorstelling. Gezien de persbelangstelling, nagenoeg iedereen die kan schrijven en een camera vast kan houden, zit hier mee onderaan, waarvoor ook onze dank. De KBC Indrils Industrial Nijderen zo dadelijk hier als persvoorstelling, terwijl wij het exclusieve, wat dit een wereldpremier maakt, is dat, dat we ook onder water praten, communiceren, in een persmop bladeren en vooral een aantal mensen voorzien van een drankje. En omdat het nog zo vroeg op de dag is, gaan we dit niet doen met alcohol, maar heb ik begrepen dat het een frisdrank is. Ziezo, dames en heren, we gaan eraan beginnen. Als ik een beetje articuleer of een beetje langzaam praat, is dat niet dat ik een Limburger ben, maar heeft dat vooral te maken dat ik anders totaal niet verstaanbaar ben. Kunnen jullie hier onder water mij trouwens horen? Van de KBC Industrial Nijderen bestaat erin te lopen met een feestgevoel. Daarmee hebben wij niet de zeven wereldwonderen, maar wel wat de zeven wonderen hier van deze mijn site. In eerste instantie is het vooral het feestgevoel dat overheerst. Je moet fun hebben aan het lopen en daar is de Glorobic Runnersvorming zeker een belangrijk onderdeel van. Voor de rest wordt er vooral gelopen door en rond de in kleur gehulde mijngebouwen. En nieuw dit jaar, en waar staan we nu op 5 meter diepte, is dat het duikcentrum Todi opgenomen is in het parcours van Europa's mooiste belevingsloop. Ook de lagune, nieuw de verbinding tussen heden en verleden, zit opnieuw in het traject. Voorlaatste en niet onbelangrijk is de beklimming van de mijntrail. 777 meter klimmen en vooral niet onbelangrijk, dit is een dubbele tijdsregistratie. De totaaltijd is niet van belang, enkel de klimtijd is van belang voor het einde. En na de inspanning, de ontspanning, de afterparty. Dan kunnen we in het onderwatermagazine, voor de mensen boven, het bovenwatermagazine, kunnen we dan een blaadje omslaan. We hebben er vooral voor gezorgd dat de afstanden zeer vriendelijk zijn voor iedereen die ook maar een klein beetje kan en wil sporten. Daarmee bedoel ik dat er kan gewandeld worden over een afstand van 5 kilometer. Dus het mooie parcours wandelen. Er is de mogelijkheid van het joggen voor 3 en 5 kilometer. Ideaal voor de gezinnen. En er zijn er de individuele en teamwedstrijden van 5 kilometer. En nog een individuele van 10 kilometer. Wat men altijd zegt van Europa's mooiste belevingsloop, dat zie je eigenlijk op de voorlaatste pagina, onder de facts. Deze site heeft op 1 jaar tijd meer referenties van het mooiste retailpark van de Benelux, tot het Avonturenberg, de mooiste ter wereld, voor projecten in andere steden ter wereld, en zeker de BeMind-site, die zijn totaliteit een mooie prijs geweest weg te kapen, de Oscars in de vastgoedprojecten. Koppel deze unieke locatie samen aan de afstanden die worden aangeboden. En vooral de fun die wij opbouwen door de mijngebouwen terug te laten leven. De mijngebouwen in kleur te zetten met thematische geluiden. Dat maakt dat we eigenlijk geschiedenis schrijven op het vlak van de toch wel vele loopwedstrijden die er al bestaan. En daarom ook iedereen welkom op zaterdag 21 oktober voor de derde editie
van de Industrial Nightrun. Uiteraard hebben we nog een laatste pagina, want spreken onder water kost toch wel wat moeite. Zeker niet vergeten, partners in crime met de partners in sport. En dat zijn zowel alle bedrijven, van klein tot groot, die meemaken. Ook diensten en overheden waar we mee kunnen samenwerken. Alleen kunnen wij dit uiteraard niet. Maar hier hebben we een heel team van vergunningen en partners voor nodig. Ook, zoals u ziet, de onderwaterpersmap is ook aangeleverd door een van onze partners. En is dus toch wel uniek om mee te werken. Zowel media hierboven, hiermee beneden, als mensen in de zaal. Ik dank u alvast voor uw komst. Wij gaan nog een paar dingen bespreken met een aantal mediamensen. En dan komen we ook naar beneden. En dit is voor ons dit eerste avontuur afgesloten. Dank u wel. Dus buiten de mensen die nog willen spreken onder water, mag iedereen terug naar boven, mag ook zijn persmat meenemen, dat is een souvenir, dat krijg je mee naar huis. Dus ik dacht, als ik dacht van Radio 2, denk ik en TVL, en TV Limburg, ja. Dat die mensen even beneden blijven, dan kunnen we met hen verder spreken. Kan je de vraag nog eens heel kort herhalen, maar heel langzaam, want mijn geluid staat heel, heel hard. De reden waarom die onder water is, is dat het duikcentrum Todi opgenomen is in het looptraject. En wij vonden het een hele eer om Europa's mooiste belevingsloop te laten doorgaan in Europa's grootste indoor duikcentrum. Zij hadden deze apparatuur ter beschikking. Vandaar dat wij daar ook gebruik hebben van gemaakt om deze primeur te kunnen doen. Was de vraag, waarom moeten mensen hieraan deelnemen? De KBC Industrial Nightrun is uniek in zijn soort, doordat je eigenlijk het gewone lopen, het fun lopen, urban trail, hill climb, alles combineert in alle mogelijke afstanden van wandelen, joggen tot wedstrijd lopen. Hierdoor is dit eigenlijk geschikt voor iedereen. En het is eigenlijk een grote noemer, lopen met een feestgevoel. Nee, niet in het water, maar Todi is wel opgenomen. Als je buiten ziet, heb je twee grote spiltrappen, 69 treden naar boven en dan ga je op het bordes lopen op een 135 meter. En dan heb je uniek uitzicht over de start en de aankomst. Was de vraag, waarom moeten mensen hier aan deelnemen? De Nightrun. Waarom de persvoorstelling onder water? Ah ja. De persvoorstelling onder water hebben wij gedaan omdat het duikcentrum Todi hier mee opgenomen is in het parcours. Niet in, maar rond over het bordes. En vandaar vonden we het toch wel leuk om Europa's mooiste belevingsloop voor te bestellen in Europa's grootste indoor duikcentrum. Nog één keer.
Deze onderwaterpersvoorstelling is uniek in de wereld, omdat het een combinatie is van spreken en luisteren. Dat is nog ooit gebeurd. Maar metalen persmappen en een drankje aanbieden in combinatie is uniek in de wereld. De vraag was, waarom moeten mensen deelnemen aan de nuiteren, hè? Okay. Omdat het een combinatie is van sporten en feestvieren en beleven. Je krijgt vooraf een warming-up. Je kan je laten schminken, fotowol, lopen door uniek verlichte gebouwen met thematische geluiden. Dus je hebt eigenlijk heel veel fun, maar ook opnieuw de site beleven. Dus leven, dus sporten en feestvieren in combinatie. Oké. Okay.